Met de Viroval-test kan u bepalen of uw klachten worden veroorzaakt door een urineweginfectie. En dit met een betrouwbaarheid van meer dan 97%. De test is eenvoudig. Het enige wat u nodig hebt is een effen tafeloppervlak en een uurwerk. Zorg ervoor dat u de gebruiksinstructies goed begrijpt alvorens u de test uitvoert. Gebruik bij voorkeur urine van 's morgens. Neem de inhoud uit de doos en controleer of volgende onderdelen aanwezig zijn. 2 aluminiumverpakkingen met telkens een teststrip en een droogmiddel en gebruiksinstructies. De verpakking bevat 2 testen, zo kan u het resultaat opnieuw testen. Vang verse urine op in een zuivere recipiënt die vrij is van schoonmaakmiddel. Vul de recipiënt voor minstens 3 cm met urine. De urine mag niet in contact komen met het toiletwater of, voor vrouwen, met vaginale afscheiding. Haal nu de teststrip uit de aluminiumverpakking. Dompel de teststrip in het urinemonster en let op dat alle 3 velden van de teststrip gedurende ongeveer 2 seconden ondergedompeld zijn. Tik overtollige urine af aan de rand van de recipiënt. Leg de teststrip op de aluminiumverpakking. Beweeg de strip niet gedurende 60 seconden. Lees vervolgens snel het resultaat af. Er kunnen verschillende kleuren en kleurintensiteiten verschijnen. Lees het resultaat niet meer af na 2 minuten, omdat het dan foutief kan zijn. De verkleuringen aan de zijkant van het testveld na 2 minuten moet u negeren. Indien geen enkel veld van kleur is veranderd, is het testresultaat negatief. Raadpleeg uw arts indien de blaasirritatie aanhoudt of erger wordt. Indien het witte testveld links paars kleurt, dan bevat de urine witte bloedcellen die meestal wijzen op een urineweginfectie. Indien het witte testveld in het midden van de teststrip roze kleurt, dan bevat de urine nitriet. Nitriet kan uitsluitend ontstaan als gevolg van een bacteriële activiteit en is daarom een van de meest belangrijke parameters voor het opsporen van een bacteriële urineweginfectie. Indien het gele testveld rechts groen kleurt, dan bevat de urine eiwit. Bij nieraandoeningen bevat de urine vaak eiwit, maar dit kan ook voorkomen bij een ontsteking van de blaas of de prostaat of bloedingen van de urinewegen. Let op, niet alle 3 de parameters moeten positief zijn. Ook bij slechts 1 of 2 positieve resultaten dient u uw verdere behandeling met uw arts te bespreken.